We zijn in Rotterdam voor de Exclimer United project voor de Informed Campaign. We gaan met de mensen van Rotterdam op straat praten over jihad. Wat weten zij hiervan, maar vooral welke vragen hebben zij voor onze expert? Heb jij een vraag over het onderwerp jihad? Weet je wat het inhoudt? Wat zou je van willen weten? Ik zou eigenlijk wel gewoon een goede definitie ervan willen weten. Want ik weet dat het zowel goed als slecht gebruikt kan worden. Maar hoe precies dat zit, dat weet ik niet. En daar zou ik wel meer over willen weten. Nou, wat is jihad dan precies? Dat is wat wij hier ons afvragen. Een mooie vraag. Ik denk dat het ook een goed begin is. De term jihad, om dat in perspectief en in context te plaatsen, is het heel belangrijk om terug te gaan naar de basis, oftewel naar de wortel van het woord. We weten natuurlijk dat jihad een Arabisch woord is, met een religieuze betekenis. En daarom is het heel belangrijk om eerst naar de taalkundige betekenis te kijken, want dat is vaak algemener dan de technische of de specifieke betekenis die een bepaalde religie of geloof aan dat woord geeft. Taalkundig betekent jihad niks anders dan inspanning die iemand toont. En dat kan heel breed zijn. Het kan in het positieve zijn, maar het kan ook in iets wat negatief is. En dan vanuit een religieuze context of benadering is jihad de inspanning die een individu toont. Het kunnen woorden zijn, maar het kunnen ook handelingen of ideeën. Dus alles wat men onderneemt en daarvoor bepaalde inspanning nodig voor heeft om iets te realiseren, dat is jihad. En daarom heeft de term jihad of de betekenis die men daar aangeeft, neemt het ook verschillende vormen aan. Het kan een persoonlijke strijd of inspanning zijn om jezelf te verbeteren, om jezelf te veranderen, om jezelf verder te ontwikkelen. Het kan ook een inspanning zijn jegens je directe omgeving om die positief te beïnvloeden, om die positief te veranderen aan alle moeilijkheden die daarmee gepaard gaan. Worden ook als een vorm van jihad gezien. Het kan een woord zijn, een advies zijn die iemand geeft. Kunt u ons meer vertellen wat de islamitische context is van het woord jihad? Ja, jihad vanuit een islamitisch perspectief of in een islamitisch context. Ik denk dat wat een moslim daar zelf van maakt. En als je een gemiddeld moslim vraagt hoe vaak hij of zij aan een jihad denkt, zoals die vaak in het Westen begrijpen, of beter gezegd, zoals deze in de media wordt weergegeven, dan zullen we niet snel iemand vinden die op die manier aan jihad denkt. Als oorlog of als heilige oorlog, want zoals ik eerder heb gezegd, heilige oorlog bestaat niet in de islam. En daarom is het denk ik dan belangrijk om ons af te vragen welke definitie de moslims zelf aan jihad geven en wat voor vormen van jihad ze in hun dagelijks leven ervaren. En geleerden hebben daar verschillende uitleggen aan gegeven, of beter gezegd, ze hebben verschillende vormen van jihad uiteengezet en opgesomd om onszelf, om ons te helpen onze weg daarin te vinden. We staan hier met een andere persoon met een andere vraag voor onze expert. Zou je hem kunnen voorleggen aan ons? Zeker. Wat is volgens u de reden dat jihad aan terrorisme wordt gekoppeld? Wederom een mooie vraag. Ik denk dat het twee redenen heeft. Enerzijds heeft het te maken met het feit dat mensen onvoldoende kennis hebben over het begrip jihad en wat het exact betekent. Anderzijds heeft het ook te maken met bepaalde gebeurtenissen die plaats hebben gevonden, zoals aanslagen, die ook een vertekend beeld geven over jihad. Want er zijn rotte appels en helaas heb je er maar weinig van nodig om een vertekend beeld te geven over de islam, laat staan zulke termen. Dus het is van beide kanten. Zowel kennis die nodig is om de juiste definitie te geven aan het woord jihad. Anderzijds zijn het specifieke handelingen die sommige mensen in de naam van islam ondernemen. En daarbij komt ook nog iets bij die denk ik ook bijdraagt aan deze link, dus tussen jihad en terrorisme. En dat is de politieke context. Je hebt bepaalde groeperingen, of het nou politieke partijen zijn of ideologische groeperingen, met name extreem rechts, die ook hieraan bijdragen. Die gebruiken dit ook
als, ja, als een stapje of opstapje, beter gezegd, om bepaalde doelen, politieke doelen te realiseren. Dus in die zin heeft er extreem rechts de zogeheten jihadisten, ik vind die term nogmaals niet juist, maar die hebben dus jihadisten nodig om hun politieke agenda te versterken en te verdedigen. En de terroristen hebben ook extreem rechts nodig om hun idealen goed aan de jongeren te verkopen. We zijn hier in Rotterdam om dus aan de mensen te vragen of zij nog eigenlijk vraagtekens hebben of vraag beantwoord zouden willen zien door een expert over het onderwerp jihad. Dus ja, ik vroeg me eigenlijk af, heeft u nog vragen of ja, ergens vraagtekens bij? Even denken hoor, ja. Ik kan wel wat bedenken. In mijn vriendenkring, kennissenkring, merk ik vaak dat er veel onwetendheid is over jihadisme. Voor mijzelf ook. Het is toch best een negatief woord. Tenminste, dat is het waarschijnlijk niet. Maar zo wordt het benadrukt. Dus misschien dat vanuit de islamitische gemeenschap er met een tegenverhaal kan komen. Die mensen kunnen gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Over de daadwerkelijke betekenis hiervan. Dat zou ik wel willen weten, ja. Ik denk dat dat een hele mooie vraag is die ons als het ware in staat stelt om met elkaar in gesprek te gaan. Ook over dit soort gevoelige onderwerpen. Ze zijn niet gevoelig, maar ze lijken gevoelig. En daarom is het denk ik belangrijk om onze eigen definities en betekenissen die we aan bepaalde religieuze termen geven, dat we die eerst loslaten. Of beter gezegd opzij schuiven om op een goede manier met elkaar in gesprek te gaan. En dat we samen op zoek gaan naar de juiste definitie of naar de juiste betekenis. Als we erin zouden slagen om dat idee wat wij over jihad hebben los te laten. Want jihad kan juist een toegevoegde waarde zijn in jouw leven, om je leven te verbeteren, om jezelf vooruit te helpen. En ik denk dus nogmaals dat het begint bij het loslaten van ideeën die we over het jihadisme hebben en over jihad in zijn totaliteit. En dat we op die manier met elkaar in gesprek gaan om van elkaar te leren, zodat we ook daar gebruik van zouden kunnen maken om ons leven te verbeteren. En twee, dat we de vragen die we hebben over jihad aan de juiste personen stellen. Ik ben blij dat ik nu deze vragen krijg. Maar ook als wij de religieuze betekenissen van woorden willen weten, dan dienen wij terug te gaan naar personen die daar verstand van hebben, die daarvoor gestudeerd hebben. Dus wij moeten niet dat uit de media gaan halen of van een willekeurige persoon die op zijn of haar eigen manier een definitie aan dit woord geeft. Dus enerzijds is het loslaten en anderzijds is het vooral aannemen, maar ook bespreekbaar maken van definities die wij van deskundigen en experts op dat gebied. Want als ik een medische term beter wil begrijpen, dan ga ik naar iemand met een medische achtergrond. Wil ik betekenen wat een islamitische concept of term betekent, dan dien ik terug te keren naar personen die daarvoor gestudeerd hebben en niet naar een journalist of naar een politicus die op zijn eigen manier naar dit soort concepten kijkt. En jij hebt ook nog een vraag voor onze expert. Zou je hem willen stellen? Ja, inderdaad. Ik heb wel een vraagje. Mijn vraag is wat jihad betekent in de tijd waar we nu in leven. Ja, ik denk dat dat persoonsgebonden is. Wat voor mij een jihad is, kan voor een ander juist iets wat heel makkelijk is. Wat voor de ander een jihad is, kan voor mij juist iets heel anders zijn. En daarom denk ik dat ieder individu naar zijn eigen invulling dient te kijken die hij aan de term jihad geeft. Voor mij als ouder is mijn grootste jihad mijn kinderen goed opvoeden en voor de volgende generatie op volgende generatie voorbereiden. Mijn jihad is ook dat ik mijn geloof verkondig zoals die is. Met alle uitdagingen die daarmee gepaard gaan. En daarom is het dus een persoonsgebonden kwestie. Ieder persoon geeft op zijn eigen manier invulling aan deze term, aan de term jihad. Een politicus kan ook een bepaalde idealen hebben die hij wil bereiken. Een onderwijzer kan ook bepaalde doelen hebben die hij samen met zijn studenten wil realiseren. Die niet altijd makkelijk gaan. En de inspanning die iemand toont en daarbij God centraal stelt, dat is denk ik wel een hele belangrijke, want je doet het omwille van God.
Dat je God centraal staat in datgene wat je doet. En dat je dus vanuit dat verantwoordelijkheidsgevoel dingen onderneemt om de tevredenheid van God te verkrijgen. Dat eigenlijk de beste vorm van jihad is. En daarom, als we kijken naar de Koran, zien we dat Allah subhanahu wa ta'ala tegen de profeet zegt in het beginfase van het verkondigen van de boodschap, wat voor de profeet heel moeilijk was. En Allah subhanahu wa ta'ala spreekt in deze context over وَجَاهِدْهُمْ bihi jihadan kabira. Verricht jihad jegens deze mensen die nog niet geloven, maar met de grote jihad. En alle mufassirun zijn het over eens dat het hier gaat om het goede verkondigen. Want de profeet, vrede zij met hen, is in een context gekomen dat het goede niet meer vanzelfsprekend was. Ja, de Arabieren hadden heel veel positieve eigenschappen, maar het goede aanmoedigen, onrecht bespreiden, was niet vanzelfsprekend. En dat was nieuw voor de samenleving. En daarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala de profeet expliciet de opdracht gegeven om deze vorm van jihad te verkondigen, namelijk de jihad van het woord of advies die hij aan mensen dient te geven. Dat was zijn jihad. Voor de ander kan het nogmaals een andere vorm van jihad zijn. Ik zeg soms dat het begint bij het overwinnen van je wekker. Op het moment dat je daar moeite mee hebt, dan kan dat ook een vorm van jihad zijn. Begeertes en lusten die je hebt, dat hebben we allemaal. We zijn mensen. Op het moment dat je bepaalde begeertes en lusten overwint, dan is dat ook een vorm van een jihad. Voor een land, voor een koning, voor een president, kan ook een vorm van jihad dat hij zijn land verdedigt. Zo hebben bijvoorbeeld verschillende landen ministerie van Defensie. En dat een van de strategieën die Defensie bijvoorbeeld zou kunnen toepassen, is jihad. In die zin het land behoeden, het land beschermen tegen gevaren van buitenaf of natuurlijk van binnenuit. Alleen dat moet een strategie zijn, dat moet een georganiseerd werk zijn, wat een onderdeel is van een autoriteit of een gezag die daarover gaat. En het is niet weggelegd voor iedere individu of personen om daar keuzes in te maken. We hebben nu enkele vragen gekregen vanuit de mens van Rotterdam. Ik heb eigenlijk ook nog een vraag voor u. Want ik denk dat we meer zouden kunnen doen vanuit onze eigen kracht. En hoe denkt u daarover? Wat zouden wij als gemeenschap nog kunnen doen? En vooral als jongeren om recht te doen aan het woord jihad. Ik ben benieuwd naar uw antwoorden op onze vragen. Ik vind dit een hele mooie vraag. En tevens ook een mooie samenvatting van wat ik eigenlijk mezelf en iedereen mee wil geven. De tijd van integratie, assimilatie. Ik spreek nu over de Europese context. De tijd van integratie, assimilatie is voorbij. Er wordt niet meer gesproken of er zou niet meer gesproken moeten worden over dit soort termen. Want we hebben het over moslims die hier zijn opgegroeid, sterker nog die hier zijn geboren, die hier zijn opgegroeid, die hier gestudeerd hebben, hier werken. Sommigen hebben zelfs hier kinderen gekregen. Dus wij spreken over Europese moslims. Dus de jihad die deze generatie zou moeten voeren, is een jihad van bijdrage leveren. Allah subhanahu wa ta'ala daagt ons in de Koran uit om het maximale uit het maximale te halen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surat al-Mulk: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Hij die de dood en het leven geschapen heeft om jullie als mensen op de proef te stellen wie van jullie de beste van de beste daden onderneemt. Ik zeg het bewust de beste van de beste, omdat de term ahsanu, dat betekent. Je hebt iets wat goed is, je hebt iets wat beter is, je hebt de allerbeste. Met andere woorden, je dient het maximale uit jouw leven te halen om het doel te realiseren wat Allah subhanahu wa ta'ala voor jou heeft of voor ogen heeft gesteld. En daarom is het heel belangrijk om die vorm van jihad toe te passen in ons dagelijkse leven en om het maximale uit het maximale te halen. Het kan op verschillende manieren. Je best doen op school is ook een vorm van jihad. Niet omdat jij een goede cijfer wilt, of omdat je een diploma wilt, of omdat je straks een topbaan wilt. Nee, je wilt het maximale uit jezelf halen, de kwaliteiten die God jou heeft gegeven, om iets voor de mensheid te betekenen. Om jouw verantwoordelijkheid en taak als mens op aarde te vervullen. Allah subhanahu wa ta'ala heeft jou hier op aarde gezet met een bepaalde doel. En heeft jou bepaalde middelen gegeven of geschonken
om bepaalde doelen te realiseren. En het is aan jou als mens om, om dat strijd aan te gaan met jezelf, met de shaitaan, die ons telkens probeert te verleiden, te misleiden, om het doel niet te realiseren, dat je de nodige inspanning toont om uiteindelijk dat doel te realiseren. Als we dat met z'n allen doen, dan kunnen we op die manier bijdragen aan een betere wereld en een betere samenleving en ook aan een beter beeld over jouw geloof, over de islam, maar ook over jezelf als individu. En daarmee creëer je kansen voor jezelf, voor je nageslacht, voor de omgeving in zijn totaliteit. Ik denk dat dat onze verantwoordelijkheid is en dat is ook de manier om onrecht te bestrijden, om onwetendheid te bestrijden en om op een positieve manier bij te dragen aan deze mooie samenleving waarin wij leven. Het waren hele mooie vragen, ook uitdagende vragen. Ik hoop dat ik op deze manier ook mijn jihad heb kunnen verrichten en jullie van een antwoord heb voorzien. Die ook, inshallah ta'ala, op een positieve wijze zal bijdragen aan een betere wereld. Ik hoop dat wij met z'n allen erin slagen om nogmaals het maximale uit het leven te halen en om iets moois voor de volgende generatie achter te laten. Nogmaals, dank jullie wel voor de mooie vragen en wellicht tot een andere keer. Assalamu alaikum en vrede zijn met jullie allen.